UNESCO heeft de stad Gent bekroond met de titel City of Music. Wat is daar nu de verklaring voor? Waarschijnlijk heeft dat te maken met onze erfenis nog altijd. Dat in de Vlaams-Bourgondische Franse tijd er bij ons zeer veel geld was. In de 14e, 15e eeuw waren we zo groot als Parijs. Hè? Dat zeggen de Gentenaren altijd. Er was altijd een grote wisselwerking en openheid naar andere culturen toe. Gent en Vlaanderen, iets ruimer dan, is een soort van klein kruispunt in Europa. Ja, in de middeleeuwen, de tijd van de grote handelsroutes, al die creatievelingen op doorreis, die vonden hier een tijdelijk onderkomen. There's a lot of creative people here. There's a lot of different kinds of art going on. Er is altijd iets te doen. Je kunt altijd wel naar een optreden gaan kijken, of het nu groot is of klein. Die gezonde combinatie tussen concurrentie en curiositeit vind ik hier wel in Gent voortdurend terug. Dat is een van de belangrijkste zaken, denk ik, in een stad als Gent. Die simpelheid waarmee de dingen elkaar ook tegenkomen. Ja, daar zit ook iets in, ja. So maybe it's the drinking water. Oké. Een prachtige titel. En eigenlijk hebben we die titel, de stad Gent heeft die titel in belangrijke mate te danken aan u, het Gentse publiek. Jullie zijn altijd massaal aanwezig, jullie participeren enorm, wij danken u hartelijk. En om die reden gaan we de lancering van deze titel hier op het slotspectakel van Oudegan met jullie vieren. Ik hoop dat jullie genieten van het spektakel. En ook al bent u niet van Gent, wees vanavond gerust een Gentenaar en doe zeker mee. Ik dank u.